done for me. Thank you, Lord, for what you're doing now. Thank you, Lord, for every little thing, yeah, yeah. Thank you, Lord, for you make me sing. Said I'm in no competition, but I made my decision. You can keep your opinion, I'm just crawling on the wise man communion. Thank you, Lord, for what you've done for me. Thank you, Lord, for what you're doing now. Thank you, Lord, for every little thing. Thank you, Lord, for you made me sing. Sing along. Oké, dat was een heel kort stukje over nou ja, eigenlijk iets wat nat was of waar lijm op zat of iets dergelijks en waar je dan heel erg aan vast kon zitten. Ik beelde natuurlijk iets uit over wat in ons leven kan gebeuren. En ik hoorde net al wat reacties van mensen. Ja, ga je voor bidden en dan zou je opeens loskomen van een stoel waar lijm op zit. Een beetje suf. Wat wij in ieder geval mee willen geven is dat je soms dingen hebt in je leven waar je wel een beetje vast aan kan zitten. Als ik aan mezelf denk, bijvoorbeeld vroeger had ik wel eens met bepaalde vrienden dat ik op een bepaalde manier met mijn vrienden aan het praten. Dat was altijd een beetje geinen en elkaar een beetje gek maken en zo en een beetje kleineren. En op een gegeven moment zit je daar een beetje aan vast, dat je eigenlijk ook niet meer gewoon normaal kan doen met elkaar. Dat is een voorbeeldje, dat je daar aan vast zit eigenlijk. Iets anders zou kunnen zijn bijvoorbeeld gamen. Ik vind gamen hartstikke leuk. Vechtspelletjes of racen of wat dan ook. Super. Maar het kan natuurlijk ook dat je daar aan vast komt te zitten aan zo'n gamespelletje en dat je eigenlijk een beetje verslaafd raakt eraan. En dat je eigenlijk niet meer anders kan. Elke keer als je thuis komt en je hebt even tijd, dan duik je weer achter je computer of achter de Xbox en dan ga je weer gamen. Zo zit dat het een verslaving wordt en dat je eraan vast zit. En dan gaan er hele rare dingen gebeuren volgens mij als je daar aan vast zit. Want dan raak je de sociale wereld raakt een beetje... verstoord, hè? Je hebt eigenlijk niet meer normaal contact met je vrienden of je ouders of wat dan ook, omdat je eigenlijk in die gamewereld zit. En zo zijn er heel veel dingen te verzinnen waar je aan vast kan zitten. Dingen die jij misschien zelf lastig vindt of waar je misschien wel eens een schuldgevoel over hebt, dat je er eigenlijk van baalt dat je bepaalde dingen doet. En dat noem ik dat je ergens aan vast zit. En dan is het niet zo dat je dan gaat bidden en dat het opeens allemaal afgelopen is. Zeker niet. Maar ik denk wel dat het goed is om in ieder geval erover te praten met iemand. Als je ergens iets nu herkent van, oh ja, ik heb misschien wel dat waar ik aan vast zit. Misschien gamen, misschien iets anders in je gedrag wat je lastig vindt en wat je ook niet tegen iemand wil zeggen. Toch zou het heel fijn zijn als je daar misschien met iemand over kan praten. Ik doe dat dan meestal met God of met mijn vrouw of met goede vrienden. Maar jij zou dat misschien... met één van ons kunnen doen, gewoon daar eens over praten. Of misschien wel met iemand van de mol of zo. Gewoon eens je verhaal kwijt. Volgens mij lucht dat heel erg op. En wie weet kan je daar wat beter mee leren omgaan. Dat je toch kan blijven gamen, maar dat je daar wel los van kan komen. En dat is volgens mij wel heel gaaf als dat kan. En ik weet voor mezelf dat dat werkt als ik dan aan God denk. En aan God praat om mij los te maken van bijvoorbeeld een gameverslaving of iets dergelijks. En ik hoop dat jullie nu die kans in ieder geval voor jezelf denken, wat is nou iets waar ik aan vastzit? Wat vind ik eigenlijk niet zo leuk aan mezelf? En een volgende stap, maar dat is volgens mij wel best wel lastig, is om eens daarover te praten met iemand anders. Dat zou natuurlijk wel geweldig zijn. En, maar ja, goed, dat moet ik aan jou overlaten, maar dat zou wel heel fijn zijn. Hier wou ik het bij laten. Dank voor jullie aandacht, dat waardeer ik heel erg. Dat vind ik super. We gaan weer lekker voetballen. Ik zie ernaar uit, ik wil ook nog wel even een tijdje. Dus, en volleyballen. Aan de bak. En volleyballen. Er wordt ook volleybal, dus mensen die willen volleyballen, die kunnen naar volleybal gaan. En bak voor jou.